En hoe gaat het eigenlijk met de mensen in Zoeterwoude tijdens de coronacrisis? Ja, nou ja, kijk, wij horen geen hele ernstige berichten en verhalen, Robert, maar het zal niet anders zijn dan in de rest van het land, hè? Weet je, als bezoek beperkt wordt, gelukkig niet helemaal van de baan, maar als bezoek beperkt wordt en je kunt je niet vrij bewegen, ja, dan. Ik merk dat aan mijn eigen moeder, die ook op leeftijd is, ja, echt nog fris van gemoed, normaal gesproken. Maar die begint er ook echt wel, die begint er een beetje moe van te worden, om het zo maar te zeggen. Dat zal in Zoeterwoude niet anders zijn, Robert. Dan zijn er 5 ondernemers, samen gezond Zoeterwoude gestart. Ja. Een soort commercieel welzijnsalternatief, waarbij ze zeggen: we willen de inwoners van Zoeterwoude gezond maken. En we willen dat ze mee blijven doen, dat de kwaliteit van leven goed is. Ja, Bent u daarvan op de hoogte van het initiatief? zeker. En Ja, wat vindt u daarvan? je mag je zeggen trouwens, Robert, maar ja, zeker op de hoogte, want de 5 enthousiaste dames hebben mij in het kader van mijn kennismakingstoertje Fred Ontdekt ook uitgenodigd. En wij hebben geheel coronaproef hebben we gewandeld door Zoeterwoude. Dus het diende 2 doelen. Ik kwam op allerlei plekjes waar ik nog niet geweest was. Die zij mij ook wilde laten zien. Een speelplek bijvoorbeeld, goed voor de jeugd, goed voor de gezondheid. Maar op allerlei andere plekjes ook. Dus volgens mij heb ik 4 van de 5 dames heb ik mee gewandeld. En de initiatieven die zij willen gaan organiseren, het samenbrengen van mensen en ze gezonder maken, is dat niet eigenlijk iets wat de gemeente zou moeten regelen? Nee, ja, natuurlijk ook de gemeente, maar daar hadden we het net al even over, hè. Wij richten ons wat betreft het welzijnswerk op die inwoners die dat steuntje in de rug nodig hebben. Maar een gezonde leefstijl, hè, waar zij zich met Samen Gezond Zoeterwoude ook op richten, of ook waar zij zich op richten, is natuurlijk veel breder dan een steuntje in de rug van de mensen die het even moeilijk hebben. Leefstijl is heel breed. Je kent waarschijnlijk op landelijk niveau het leefstijlakkoord, of laat ik zeggen het preventieakkoord, wat volgens mij bij staatssecretaris Blokhuis vandaan komt. Er was al eerder een sportakkoord. Alles eigenlijk gericht op een, zoals wij het dan noemen, een leefstijlbevordering, waardoor mensen prettiger leven, waardoor ze langer kunnen leven en waardoor ze langer gezond kunnen blijven leven. En dan gaat het in de volle breedte. Dan gaat het over bewegen. Dan gaat het over zinvolle relaties hebben. Dan gaat het over een schone leefomgeving, om een prettige leefomgeving. Dan gaat het om voldoende financiële middelen. Dus leefstijl is heel erg breed. En het initiatief van de 5 dames van Samen Gezond Zoeterwoude past daar natuurlijk fantastisch in, hè. Zij gaven het ook al aan. Ik heb daar tijdens onze wandelingen met hun over gesproken. En ze zijn ook in gesprek met de gemeente, met onze beleidsmedewerker. En ook met Jorrit Smit, hè, want die is als combinatiefunctionaris nu ook aan de slag met het leefstijlakkoord voor Zoeterwoude. Daar zijn zij ook mee in contact. Dus zij kunnen een hele belangrijke rol spelen in het hele brede verhaal van leefstijl. En ja, goed, ik weet niet of je mijn achtergrond kent, maar ik kom uit de lichamelijke opvoeding. Jeugd heb ik veel meegedaan. Ja, gezondheid spreekt mij als het gaat om al die aspecten enorm aan. Kortom, het is meer een aanvulling op het welzijnswerk dat de gemeente al biedt. Nou, nee, dat wil ik niet zeggen, want dan zou ik ze echt tekort doen. Want ik vind het echt enorm te prijzen. En het wordt door de gemeente ook ongelooflijk gewaardeerd dat zij in eerste instantie vanuit hun eigen ondernemingen toch dit initiatief zijn gestart, hè? Want je zou kunnen zeggen, ja, ze doen het voor hun eigen ondernemingen. Nee. Ze willen nu ook een opruimdag voor zwerfafval willen ze gaan organiseren. Dus ze trekken het echt wel breder naar, laat ik zeggen, ja, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, om het in de gemeente nog mooier, nog leuker te maken en die gezonde leefstijl te bevorderen. Dus nee, we zouden ze echt tekort doen als we zeggen, nou, een leuke aanvulling op wat de gemeente doet. Nee, het is echt een mooi initiatief en zij zijn tot nu toe ook al in staat gebleken
om door hun enthousiasme ook veel mensen aan zich te binden. Dus erg veel waardering daarvoor. Wat de opgave op dit moment nu is, is hoe gaan we dat in dat brede verhaal van het leefstijlakkoord, hè, waar we nu mee bezig zijn, waar Jorrit dan nu mee aan de slag is, hoe gaan we dat allemaal in elkaar passen, zodat iedereen voldoende tot zijn of haar recht komt. En dan denk ik dat er iets heel moois uit kan komen, want misschien weet je dat ik daar in Hillegom als wethouder al mee bezig was. En toen heb ik gezegd, Hillegom, gezondste gemeente van Hillegom. Maar het is natuurlijk nu Zoeterwoude, zoals de dames zeggen, de gezondste gemeente van Zuid-Holland. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Dus nee, ik ben zeer te spreken over het initiatief van deze dames.